lekker. Het is echt knijtervroeg. Goeiedag. Een hele goede morgen. Welkom terug bij een gloednieuwe aflevering bij de serie waarin ik samen met Blackstone op pad ga met leuke, gezellige en toch enigszins bekende mensen. Vandaag gaan we op pad en simracen tegen niemand minder dan Gio Latoy. Dit is de eerste keer dat ik denk in een 458 speciale zit. Serieus? Ja. Je hebt ook nog nooit in gezeten? Nee. Ja, hij start dus altijd met de kleppen dicht, dat vind ik heel jammer. Ja. Dat hebben ze van mij ingebouwd. Hij scheelt dat jij geen last hebt van je buren. Nee, ja, dat is hey, jongens, jullie zien het. Ik zit in een auto, in nogmaals een van mijn favoriete auto's, bij Gio. Ja, man. Ja. Bij een van je favoriete YouTubers. Ja, ook sowieso, sowieso. Je hebt hem nu? Ik heb nu een jaartje, man. Jaartje? Ja. En hoeveel kilometer heb je al meegereden? Ik kocht hem met volgens mij iets van 22.000. Dat staat nu 26.500 op. Oh. Maar ik probeer het wel zo laag mogelijk te houden, zeg maar. Omdat, aan de ene kant is het een investment. Tuurlijk, maar, tuurlijk. Maar. Je hebt een speciale Alberta. Ja, ja, die is helemaal gek. 4-3 jaar, 16M. Ja. 488. Ja. Ja, hoe ik hierop ben gekomen is eigenlijk gewoon, ik zat gewoon op het internet te kijken voor een 458, een normale 458. Oh ja, dan gaat het fout, hè? Ja. En ik vond, weet je, het is gewoon een jongensdroom om een Ferrari te hebben. Ja. Zeg maar, ik heb veel meer met Ferrari dan welk ander merk dan ook, puur omdat het gewoon, ik weet niet, Ferrari is gewoon Ferrari voor mij. Ja. Ik kan het ook niet uitleggen ofzo, het is gewoon een gevoelsdingetje ofzo. Als ik een Ferrari voorbij zie rijden, dan komt er gewoon kip van. Gewoon warm, hè? Ja. 488 was denk ik een beetje dezelfde prijsklasse. 458 was dat dan, daar zat ik te kijken. En toen was het inderdaad, het was of de 458 of de 488. Ja. Toen was het eerst een beetje, toen heb ik ze allebei getestrit. Ja. En toen eigenlijk de 458, het geluid en de beleving was zoveel meer dan de 488. Niet normaal. Maar ik vond het design van de 488 aan de achterkant met die lichten en dat Formule 1 licht, weet je, dat raam licht, die vond ik wel gewoon super dik. Ja. Dus ik dacht, ga ik nu voor de beleving of ga ik voor de looks? Ja. En toen ben ik de waarde. Ja, dat zeker. En toen ben ik uiteindelijk toch voor de 458 gegaan. Puur omdat het ook met, dan mijn tweede auto zou zijn. Kom, Wouter, dat is dus de meneer die bij Ferrari werkt. Die zei, je kan ook voor de speciale gaan. Ja. Goeie verkoop. En toen dacht ik, ja, dat kan, maar die is wel een ton duurder. Toen heb ik dus allemaal informatie zitten opzoeken van, wat verwachten ze... dat de prijzen gaan doen, verwachten ze dat er in de toekomst gaat gebeuren met die auto. Ja. Toen zag je dat die Aperta bijvoorbeeld, prijzen zijn door het dak gegaan. Die kon in 6? Ja, 6, 7 ton kopen. Niet normaal, hè? Terwijl je die toen kocht voor 2 of 3, of 3 ton, denk ik, zoiets. En ik zeg ook altijd inderdaad, kijk, een auto kopen is heel makkelijk, maar een slimme auto, als je natuurlijk een slimme auto kan kopen, dat is lastig. Ja, want eigenlijk elke auto is geld verbranden. Ja, kijk, ik zeg altijd inderdaad, kijk, maakt me niet uit of een auto 100.000, 200.000, 300.000 euro kost. Als die dat geld ook weer opbrengt, is het helemaal prima. Ja, dus precies. Hoe is het? Ik ga heel even... Het is echt knijtervroeg. Goedemorgen. Goeiedag. Goeie keuze dus. Ja, yes. Ik ben toch stiekem benieuwd, want je doet natuurlijk dagelijks vloggen. Hoe lang duurt het al? Dagelijks doe ik nu bijna 3 jaar. Dus dat is wel, intens. Zo bizar. Ja. 3 jaar. En hoe is dat begonnen? Wanneer dacht je van, ik ga gewoon dagelijks video's maken? Ik hoorde en begreep dat je ook iets met gamen hebt gedaan. Ja, dat was 10 jaar terug. Oh, ik doe bijna 10 jaar YouTube. Ik ben eigenlijk best wel van de oude garde, zeg maar, als je het zo bekijkt. Ja. Ik heb toen van 7 jaar lang games gedaan. Elke dag, of nee, niet elke dag, maar wel gewoon 3 keer per week. Ook andere soort van sketch video's maken. En op een gegeven moment, en dat is heel toevallig dat we daar nu precies staan, kocht ik mijn eerste huis in die toren daar. Die hoge? Met die M daar bovenop. Ja. Daar kocht ik mijn eerste huis. En toen ben ik begonnen met dagelijks vloggen. Serieus? Ja, eerste huis. Nee. Nee, was niet verkeerd. En dagelijks vloggen zijn mijn inkomsten zo... Zou je nog 1 rondje doen? Ja, tuurlijk. Zijn die zo bizar, niet verdubbeld, gewoon verdriedubbeld eigenlijk.
gegaan is. En ja, daar ligt ook gewoon mijn volledige focus op. En ik wilde echt wel wat naast, ook voor de toekomst. Misschien iets van vastgoed of weet ik veel wat, weet je wel. Je bent al vast bezig met een huis in het buitenland? Ja, klopt. Daar, wat gaat dat? Ja, dat is gewoon een, kijk, weet je, een huis kopen doe je niet zomaar. Dus het is gewoon een zoektocht die we doen. En is dat een huis waarvan je zegt, dat dit wil ik gewoon voor mezelf, voor de vakantie en dat that's it? Of zeg je ook echt van, ik koop dat en als ik er zelf naartoe wil, dan ga ik zelf naartoe en voor de rest verhuur ik het? Nou ja, je moet dus een speciale vergunning aanvragen, wil je het zeg maar verhuren. Oké. Dat staat wel op de planning om het inderdaad, nou ja, om zoiets te doen. Want ja, verhuren is natuurlijk ook een soort van chill, passief inkomen wat door blijft gaan, zeg maar, wat nooit stopt. Als je elke keer huurders kan vinden, dus dat is gewoon heel belangrijk. Daar hoef je eigenlijk niks voor te doen. Nee. Dus dat is wel gewoon een hele goede oplossing om te hebben. Maar ja, voornamelijk is dat huis ook gewoon voor vakanties en daar naartoe gaan. Precies. En ja, vlogs maken daar. En, dat is lekker, hè? Hier zo ook trouwens, de plek waar we nu rijden, ze hebben die drempels gelegd. Ze hebben heel veel controle doen ze tegenwoordig. Omdat ik ben hier een keer aangesproken door de politie dat ik niet meer hard moet optrekken. Dat ik dan een boete zou krijgen. Omdat de mensen hier helemaal gek worden. Jij hebt nog nooit een boete gehad? Nee, nog nooit hier. Ik heb zelfs in Rotterdam een boete gehad van geluidsoverlast. Ja, serieus? GTR. En dat was omdat een vriend van mijn gas gaf. Nee. Ja, serieus. We reden met 5 auto's in Rotterdam. Jezus. Met een M2, M3. En ik reed een AMG GTR. Ja. En ik reed super relaxed, want het was mega glad op al die klinkers daar ook. Ja, bij 108 voor. Oh, daar. Ja. En toen dacht ik echt van, oké, gewoon een beetje relaxed. En toen gaf Michael Kay ook, met de M2, vol gas bij die Mac. En ik was staande gehouden. Nee! Ja. Ze dacht dat jij was. Ja. Ik had de dikste auto vol de agent. Nee! Niet tegenin te gaan. Oh. Ja man, €390. Ja, dat is pijnlijk die boete. Moet ik hier erop trouwens? Of ja, als je dat redt. Ja, dat redt. Dat redt, ja. Dat is mijn pak. Kijk. Je snapt het wel. Ja. Lekker man. Kijk, hartstikke mooi. Is het nou illegaal om hier te staan? Het is waarschijnlijk illegaal. Nou, dan doen we dat maar gewoon. Hey, heb je ooit gesimraced? Nee, nog nooit. Ja, mijn vader heeft dus zo'n stoel op zijn kamer staan. Hij heeft van mijn oude kamer zijn gamekamer gemaakt. Mijn vader was wel echt goed, moet ik zeggen. Ja? Maar ik zelf niet echt. Als ik straks een tijd van 3 minuten 50 rijd, dan moet je niet raar opkijken. Ik denk dat we hier mooi staan. Ja, ik vind het prachtig. Nou, zometeen gaan we dus op spa rijden. Je neemt het op tegen Barry van Dopey Cash. Okay. Martijn Kuipers. Ja. Boas met één arm. Ja, daar moet ik gewoon van winnen, anders kan ik nooit mezelf vertonen. Spa ken je, want je doet Formule 1 toch? Ja, ik heb die game echt. Dus de layout ken je een beetje. Ja, zeker. We gaan rijden met een AMG GT3. En we gaan dus eigenlijk kijken, ik hoop stiekem dat jij mij verslaat natuurlijk. Ja. Tot nu toe is het helaas nog niet wat gelukt. Als jij inderdaad ook veel langzamer bent. Wat ik niet hoop. Nou, en dan krijg ik daarna nog dan een voorsprong. En dan moet je jou inhalen. Oh zo, jezus. Oké, okay. Dat zou wel heel erg zijn dan. Dus ik ga je nu de vraag stellen. AMG GT3 op Spa. Gemiddelde tijd is volgens mij nu 2.30, 2.35. Ja. Boas reed 2.35. Hoe dan? Met één arm ook gewoon. En nu vraag je wat mijn tijd gaat worden. Kut. Ja, ik denk dat ik het echt heel slecht. Moet ik schakelen? Of? Mag zelf. Je mag tractie aan laten, uitzetten. Je mag je ideale lijn mag je aan en uitzetten. Weet je wat, fuck? Ik ga dan voor 2. Kom op. Ik ga voor 2.27. Goed zo! Is dat heel snel? Dat is de snelste tijd dan. Oké, okay, dat kan ik nooit aan zeggen. Laten we komen gaan. Let's go. Ja. Ik zie hier een partij staan. Ja. En jij liep het 2.27. Je hebt nu net natuurlijk een paar mooie rondjes mogen rijden en dat ging eigenlijk hartstikke goed. Dus ik heb er zoveel vertrouwen in. Hoe rijdt Boas een 2.35 dan? Met één arm, hè? Hoeveel rondjes mag ik rijden? Je hebt zo meteen een kwartier de tijd om te trainen op Spa met een AMG GT3. Maar daarna gaan we dus een soort van handicap voor mij verzinnen. Maar daar is het inderdaad de snelste tijd in je race komt hier op het bord. Ja. Ja, net reed je al 2.36 in je outlap. Ja. Dus dit moet makkelijk kunnen. Ja, dat moet. Ik heb hier zelfs vertrouwen in. Ja? Ik heb hier vertrouwen in. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen. Je hebt een kwartier de tijd om te oefenen op Spa. Francorchamps. Okay. En dan ben ik benieuwd wat je ervan gaat maken, hoor. Zet hem op! Let's go! Hey, als ik het bord er weer bij pak. Ja. Ik zie hier net een 2.36 staan. Ja. Wat reed jij? 2.29. Wat staat er? 0. Ja, oh, ja, 20-0 man. Oh, lekker. Ja. En dan heb je nog inderdaad een paar momentjes dat
sowieso als je die zo meteen hebt tijdens de race, ga je richting de 27. Ja, ik hoop het wel. Ja. Ja. Ik krijg dus 40 seconden voorsprong, maar op het moment dat jij dus gewoon 27 is, dan krijg je jou nooit in. Nee, ja, dat niet. Maar dat gaat wel lukken. Gaat dat lukken inderdaad. En ga ik constant weer die 22ers rijden. Ja. Want maar wat is er met de fouten gaat, heb ik dan gewoon geluk? Ja, dat heb jij gewoon geluk. Maar jij gaat de fouten niet hebben. Nou, waarschijnlijk wel hoor. Oh, ja. Maar op een goede dag zitten 2.19.3 er dus in. Ja. En bij jou een 2.29, dus 10 seconden verschil, 40 seconden voorsprong. Oké. Nou, ik weet niet of het te doen is. Ja, wel, cool. Ja? Ja. Alright jongens, daar gaan we. Maar voor de eerste bocht heen, rechtsaf, richting Radio en Overhoesje. Ik heb wel de snelste tijd naar jou. Dus, goed toch? Nou ben ik blij. Goed toch? Ja. Telt hij ook daarbij dan? Of? Zeker. We gaan hem er zo meteen opzetten. Ik moet helaas nu al iedereen opschrijven. Ja, ja. 2.28 man. Ja, netjes. Super ziek. Ja. En dat was uiteraard heel spannend. Ja, ik vond het wel spannend. Behalve die laatste ronde. Waar haalde hij hun nou in dan? Ook Martijn haalde ik echt wel een derde ronde in. Oh, okay. Barry haalde ik volgens mij echt al daarvoor bij de echt? Ja. Ja. Maar Boas had ik echt... zo'n stukje achter. Ja? Ja, ja. Maar dat was niet dat ik er niet voorbij wilde. Nee, oké, okay, ja. Wauw. Wow. Dit was wel heel leuk. Ja, wat dan super nice, ja. Man. Ik ben erbij gekomen. Oké. Ik ook. Vorige keer met Boas had ik kramp in mijn linkeronderhand. Ik met één hand. Ja, met één hand, ja. En toen moest ik voor mijn 45 seconden goed maken. Maar je had het niet gehaald. Nee, echt op een halve seconde. Ik denk, als jij vijf... Hoeveel seconden had je nu achterste van mij? 40. Ah, nee, had je... Nee, oké, dat was wel wat gepakt. Ja. Nee, maar dit was... Ik vond het ook echt bizar eigenlijk hoe snel hij het oppakte. Want je eerste was eigenlijk al best wel relaxed, best wel netjes. Dat ik dacht van, oh, ja, shit, ja, ja, ik reed best goede tijd, dacht ik dan. Ja. Nou ja, dat heb je ook gedaan. Want, ja. Tinus, knippie, 2.30.6. Barry, 2.31.5. Ja. Boas, 2.35. Niemand zit in die 20, zelfs jij niet. Hè? Ja, jij dat wel. Nee, ik ook niet, want ik heb geen 20 gehaald. Hey, je mag even van me opschrijven. Okay. En 2.28.2. 2.28.2. Ah, nieuwe mooi. Tijd om te verslaan. Ja, zeker. Holy shit, man.
En dan heb ik uiteraard een mooi paar schoentjes van Blackstone. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Ik zeg, pak ze uit. Even open. Ik hoop dat het maat goed is. Welke maat is het? Die jij zei. 43. Hi Gio, veel plezier met je Blackstones en succes met je... Met je race, oh ja. Ja, nou, dat is super gedaan. Dat is super gedaan. Ah, kijk eens. Ja, mooi. Nice man. Straks schoentjes. Goeie. Dankjewel. Helemaal top. Jij bedankt dat je erbij was. Ik vond het super nice. Ja, dankjewel. Voor jullie onwijs bedankt voor het kijken naar deze serie. Volgende week, laatste aflevering. Laat in de reacties weten wie jullie denken, wie jullie vinden dat ik moet uitnodigen. Ga ik mijn best ervoor doen. En dan zie ik jullie weer heel erg snel. Massa lef. Doei.